Het Nationaal Archief Suriname, NAS, is gisteren met een vijfdaagse workshop begonnen met als thema het opstellen van selectielijsten. Tijdens de workshop zullen vertegenwoordigers van overheidsdiensten leren hoe ze een selectielijst kunnen maken van hun archieven. Professor Charles Jurgens zei vandaag tijdens een werksessie in de vergaderzaal van NAS dat aan het eind van dit jaar de ministeries en overige overheidsdiensten een selectielijst moeten hebben. Professor Jurgens gaf aan hoe een selectielijst wordt ontworpen. Op het moment dat jullie een selectielijst gaan maken, wat tenminste moet zijn, is dat duidelijk is wat het doel is van dat selectiedocument wat jullie gaan maken. Nou, het doel is natuurlijk heel simpel. Het doel is om archieven te kunnen waarderen en te selecteren voor jullie organisatie. Nou, dat lijkt allemaal een beetje een open deur. En dat is het natuurlijk vanuit jullie perspectief ook, maar die selectielijst is niet zozeer alleen maar bedoeld voor jullie eigen organisatie, die is ook bedoeld voor de burger. Ja, want die heeft een mogelijkheid om daar nog iets van te vinden. En die moet dan goed geïnformeerd worden wat het doel van die selectielijst is die jullie voor jullie eigen organisatie maken. Professor Jurgen zegt dat bij het opstellen van een selectielijst het belangrijk is dat de functie goed wordt aangegeven. Het is ook belangrijk dat mensen na 100 jaar kunnen nagaan hoe zo'n selectielijst is opgesteld. De functie van de selectielijst is inzicht te geven in de archiefbescheiden of de categorie archiefbescheiden die in die periode waar die selectielijst betrekking op heeft zijn gevormd. En met de bedoeling om ze te waarderen. Waarderen, bewaren, dan wel vernietigen. Zo simpel is het. Maar het moet wel opgeschreven worden. Het kader voor de selectie van overheidsarchieven, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is de archiefwet. En dat is de selectiedoelstelling en dat zijn de selectiecriteria die geformuleerd zijn. Waarom moet dat dan toch in zo'n selectielijst? Omdat die selectielijst ook voor over 50 jaar of over 100 jaar is dit document wat jullie maken, is de verantwoording van hoe die selectie uiteindelijk heeft plaatsgevonden. En zelfs over 10 jaar of over 20 jaar, ja, dan zou die archiefwet en ook de selectiedoelstelling zou misschien wel eens kunnen veranderd kunnen zijn. Dat was professor Jurgens die vanmorgen sprak in de vergaderzaal van het Nationaal Archief tijdens de workshop het opstellen van selectielijsten.